Na het installeren van Aurora zijn er toch een aantal zaken die nog niet in orde zijn. Hier hebben we normaal gezien de beschrijving van de SDA, dus de harde schijf. En hetzelfde voor SDB, de temperatuur van de harde schijf die we missen. De C staat er al, maar dat is het. De uren, hoe lang dat die al gedraaid heeft, om een beetje in te schatten hoe oud dat die is. De motherboard weet ik ook niet, de manufacturer van de motherboard weet ik ook niet. En de rest lijkt mij redelijk te werken buiten hier Nvidia. Al de gegevens van mijn grafische kaart zijn niet beschikbaar, dus die informatie, hier heb ik ook nog iets dat totaal niet werkt. Dus die elementen moeten nog aangepast worden. We gaan het samen analyseren en dan leren we het meeste uit.